Goedemiddag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van donderdag 21 juni. Op de satellietbeelden zien we al dat er vrij veel bewolking over Nederland ligt, al kwam de zon daar vandaag af en toe ook wel doorheen. Vooral in het noorden vielen enkele pittige buien waar soms ook onweer bij voorkwam. Door de aanvoer van koele lucht uit het noordwesten vielen de temperaturen op deze eerste zomerdag wel wat tegen. Vanavond liggen die temperaturen rond 13-14 graden en in het zuidwesten klaart het op. In het noorden kan nog steeds wel wat regen vallen en er staat nog steeds een stevige noordwestenwind die in het Waddengebied en rond het IJsselmeer hard kan zijn met zware windstoten. Vannacht dalen de temperaturen dan verder naar 8 tot 12 graden en alleen in het uiterste noorden valt nog wat regen. Morgen is er vrij veel bewolking. De temperaturen liggen dan opnieuw tussen de 15 en 18 graden door die frisse noordwestenwind. Vooral in het... Noorden en in het oosten kan dan ook wat regen vallen. Zaterdag verandert er eigenlijk weinig. Er kan nog steeds wat regen vallen en de temperaturen liggen tussen 16 en 19 graden. Zondag gaat de temperatuur een graadje omhoog. Het kan dan in Limburg lokaal 20 graden worden. Er is ook wat meer zon en de kans op regen neemt af. Pas na het weekend gaan we een echte verandering zien. Dan hebben we te maken met een hoger drukgebied... Waardoor het zonniger en droger wordt en de temperaturen gaan dan ook flink omhoog. Als we naar de temperatuursverwachting kijken, ziet daar duidelijk een stijgende lijn in. En in de loop van de volgende week kunnen we temperaturen van de zomerse 25 graden of meer in het binnenland gaan verwachten. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.